Tof je kijkt naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999 met vandaag weer de Lennart Hatjes Speler Square Mode. En we beginnen deze aflevering met een hele belangrijke en mooie wedstrijd tegen Bayern München. In de groepsfase van de Champions League. Wij spelen natuurlijk op het binnenveld zoals we dat gewend zijn. En we gaan kijken of wij tegen Bayern München ons kunnen laten zien. Het grote Bayern München. Ja, we willen natuurlijk als Lennart Hatjes zijn er wel. Onze de kaart spelen bij de topclubs. Als we de volgende stap gaan maken van Feyenoord naar het buitenland. Bozeniek ziet door een fout van de verdediging, slash de doelman, Feyenoord op 1-0. En ze komt vaak de voorschot, dus nu tegen Bayern München. Al vroeg in de wedstrijd. Al wel vroeg 20 minuten gespeeld. 1-0 dus. Goed gedaan door Robert Bozeniek. En nu is de bal dus voor uh, ja, Bayern München. toch wat gaat proberen natuurlijk richting het doel van Feyenoord te komen. Goretzka, goed richting Sané. Kan het verdedigen? Voor ons nog niet. Sané. Terug naar achteren. Koken. Koken. En da Davies. Goretzka. Sané. Het is dus even het zoeken van Bayern München. Op uh, jacht naar gelijk maken. Goretzka. Krijgt hem bij Lewandowski. Dan komt er een kans voor, uh, wou ik zeggen voor Bayern München. Maar dat is goed verdedigd op Feyenoord. En dan komt er nu misschien een kouter. Ramirinho. Jahanbaks. Jahanbaks. Half uur gespeeld. Terug op hartjes. Dan staan wij helaas buiten spel, denk ik. Nee. Oké, okay, dan mogen we door. Dan kunnen we er nog goed voorgegeven ook. Dat doen we. Niet echt goed. Weggehaald door de verdediging. Schule. Uiteindelijk de Kimmich nu en uh, Senesi. Hartjes. Hartjes opnieuw. Hartjes die komt eruit. Hartjes in de redding van de, keeper, of de, de, keeper, de handen van de keeper van Bayern München. De eerste helft die er bijna op zit bij een 1-0 voorsprong dus voor Feyenoord. De ploeg waar het Hartjes speelt doet het op zich goed. En ja, wij hebben deze wedstrijd nog niet echt kunnen laten zien. Ja, af en toe een paar paasjes, maar daar blijft het dan ook bij. Niet om ons echt in de kijker te spelen voor Bayern of een andere topclub in het buitenland. Want dit is zeker. De volgende stap voor Leij Lennert hadjes wordt geen Eredivisie Club. Dat wordt gewoon een buitenlandse club. En wij zijn geen Berghuis die op het laatste middel naar Ajax gaan. Nee. We maken de stap naar het buitenland. En mocht die stap niet goed uitpakken, dan hopen we natuurlijk dat er een Nederlandse club ons weer terug wil halen. Ja, dan wordt het geen PSV of Ajax. Maar het kan wel bijvoorbeeld een AZ worden. Of een uh, Twente. of ja, dat, dat is misschien ook veel later. Want we worden natuurlijk ook steeds ouder. We gaan minder worden. En het terugkeren naar Nederland zou misschien dan ooit wel leuk zijn. Dus jullie weten ook al dat we gewoon deze career moeten doorgaan. Totdat de nieuwe FIFA komt. Dat ik wel eigenlijk een keer een career moet doen. Waarbij de speler gewoon heel de carrière gaan, of bijna heel de carrière gaan we dus doen met die speler. En dan als hij zeg maar oud is. Op, zijn, op, op dat punt dat we hem... Terughalen naar, uh, terug naar Nederland gaan. Als er in ieder geval een club dan geïnteresseerd is. Hier gaan we met 1-0. Voorsprong de rust in. De tweede helft ons dus is aan start gegaan. Bij dus nog steeds die 1-0. Lewandowski krijgt er niet bij Sané. Onderschept. Hier de bal van Oudersnus en Sinisterra. Hartjes. Ramarinho. Dan krijgen wij de bal net niet lekker mee. De bal blijft wel vervaarlijk hoor. Fout van de verdedigingspaas van uh, Bayern. Oudersnus. Hier de kans voor Hadjes. En we schieten een prachtig binnen. En dan is het 2-0 voor Feyenoord. Lennart Hartjes. En we weten het. Hij is van de afstand geschoten En dat bewijst hij hier ook maar weer eens. Met een prachtige 2-0. Gaan Marinho naar de kant. Zijn vervanger is Mark Diemers. In de 65e minuut. De prachtige 2-0 voor Feyenoord. Door Lennart Hartjes. Mooi afgemaakt. Nu bal zit voor Bayern München. Ook niet in uh, lang, van korte duur, want uh, Feyenoord komt er snel tussen, Neva die dat deed. Maar ja, nu weer een van dat Bayern nu weer het bal zit op zit Lewandowski, Gnarbi en Müller. Laatste 20 minuten, Goretzka, Bayern München. Ja, twee roepen, de verschil is niet veel, kan er van alles gebeuren natuurlijk. Lewandowski, Ze zoeken de ruimte in ieder geval. Davies, Goretzka, Kimmich, Müller, Gnabry Komt daar niet langs? Ja, toch, uiteindelijk wel weer hoor. Tweede instantie. Knabi zelf nog steeds. Komt er aan zijn voorzet? Weggehaald door Neva. Die doet het goed uh, daar in de verdediging van Feyenoord. Nu de kans voor Vaarden misschien hier hardjes. Dan krijgen wij de bal niet ver. Dan krijgen we de bal wel terug. En dan kan Vaarden het nog, nog proberen. Nee, dat is buitenspel van Waljemark. Buitenspel van de voorhoede speler van Feyenoord. Dan gaat Ousers naar de kant. En zijn wij in de laatste 10 minuten aangekomen van deze wedstrijd. Bij dus nog steeds die 2-0 voorsprong voor Feyenoord. Bij München werd sterker aan het einde van de wedstrijd, de laatste 20 minuten. volgens nog heeft dat niks uitgepakt, want het blijft 2-0. En nu komt de uitbraak weer voor Feyenoord voor richting een 3-0. En de beslissende, maar die komt er niet. Want de verdediging staat als een huis nu, sinds de tweede helft begonnen is. Dit schot is ook weer geblokt. 88ste minuut loopt. 2-0 nog steeds voor Feyenoord. Diemers nu op de flanken daar. Diemers kan niet de bal voorgeven. Nou, hij loopt zelfs te lang door. En dan gaat hij wel over de achterlijn. En dan is het een doeltrap voorbij. muusjes worden gedaan door uh, Maak Diemers. En de doeltrap nu genomen. Ofwel doeltrap. Korte paas naar Davies. 2 minuten extra tijd. Bij een 2-0 voor Feyenoord. Wajermark Betstert komt er dan nog een kans hier. Nee, dat is weer buitenspel. Dit keer van Bozjanik. die kans is dus ook niet door. En een vrije trap nu voor Bayern München. iets met de vrije trap. De extra tijd zit erop. En gaat Feyenoord dan winnen met 2-0 van Bayern? Eigenlijk in de eerste helft van Feyenoord het sterkste was. En een klein begin van de tweede helft. Maar daarna was het niks meer. En dan is het ook 2-0 geëindigd. Dan gaan we dus met een goed gevoel naar de wedstrijd tegen PSV. De topper in de Eredivisie. Die gaan we ook spelen. Terzijde dus spelen. Deze tegen Bayern München. En nu dus deze tegen PSV. En wij gaan kijken of wij tegen PSV wel belangrijk kunnen zijn. We hebben natuurlijk een mooi doelpunt gemaakt tegen Bayern München. Dat, dat moeten we niet vergeten. Clubs gaan dat in de gaten ja, onthouden. Buitenlandse clubs gaan dat zeker onthouden. Dus dan moeten we misschien in de winterstop kijken of er wat aanbiedingen komen. En hier schiet Ramarinho een prachtige 1-0 binnen. Dus ook op Feyenoord binnen een kwartier spelen op voorsprong. Ramarinho met de voorsprong voor Feyenoord. Feyenoord de voorsprong tegen PSV. Hier in de Kuip. Daar is Feyenoord altijd de baas in de Kuip tegen PSV. En het lijkt volgens ons nog aan het begin nu ook het geval. Want Feyenoord heeft meer balbezit. Hartjes nu zelfs. Hatjes kunnen de bal voorgeven. We gaan op zoek naar de ruimte. We vinden nog mondjesmaat. Maat. De kopbal komt er van Ramarinho. Maar die krijgt er niet in. Dat was een goede voorzet van Hartjes, Maar het blijft 1-0 voor Feyenoord. Hoekschop nu. Ousens met de hoekschop. Slecht genomen hoekschop van Ousens. Komt de bal nog terug bij een Feyenoord? Nee. Bal namen van uh, Drommel. En dan wacht hij rustig af tot alle spelers daar weg zijn. En dan gaat hij de bal naar voren peren, denk ik. Hij doet er wel lang over, uh, Dommel. Ook niet van harte uitgetrapt. De bal is nu uh, ja, nog wel voor PSV, maar Feyenoord zit het wel uh, kort op. Pedersen doet het onder het daar goed. Dit is de is bal weer voor van Hadjes, hadjes dan nu. Die kan van afstand. En dat doet hij hier ook weer. Weer een afstandsschot en weer Lennart Hartjes. Dus 2-0 voor Feyenoord. Waar, die, waar we het ook deden tegen, PA, tegen Bayern München. Doen we het nou ook tegen PSV? Prachtig afstandsschot. 2-0 voor Feyenoord. In de eerste helft. Maar ik al zei, Feyenoord dicteert qua balbezit sowieso. Nu dus bij deze 2-0 voorsprong staat. In de eerste helft die bijna afgelopen is. Hatjes. Kan Feyenoord nog meer doen. Zo vlak voor rust. Hatjes. Ausnus. Terug naar Hartjes. Die komt daar niet aan. Maar wel Bozeniek, die hem daar behoudt voor de club. Hatjes dan nu. Jahan Baks met zijn voorzet richting Bozeniek. Bal weggebokst door Drommel. Vrije trap voor PSV. Overtreding van Robert Bozeniek. Vrije trap genomen door Joel Drommel. En een keer naar voren gepeerd. onderschept door Feyenoord. Bal nu voor Bozeniek. En Hartjes die eruit komen. Dan moet Hartjes voor zijn kans gaan. En voor onze tweede. Maar we krijgen hem er niet in. De bal op de paal. En de rebound dan hier richting Ausnus, Maar die gaat ook naast. Het is dus een doeltrap voor PSV. Hoeveel extra tijd gaan we krijgen in de eerste helft? Ik denk toch niet veel. Eén minuut maar in de extra tijd van deze eerste helft. Waar PSV in wou zeggen een fout maken, maar ze krijgen een vrij trap mee. Als dat fijn zo uit kunnen komen. We gaan rusten bij een stand van 2-0. Weer een prachtig af van schot van Hartjes. En we gaan kijken of wij in de tweede helft ook belangrijk kunnen gaan zijn. Hier ausnus. Sinistra hadjes. En we ik wou zeggen, we behouden de bal. Maar we raken hem toch weer kwijt. Diemers. Goed. Boze Niek. Mark En het is 3-0 voor Feyenoord. Over en uit voor PSV. Zou je we kunnen zeggen. In minuut 60. 3-0. Binnengeschoten door Patrick Mark En dan worden wij naar de kant gehaald. Dan is onze vervanger Hendricks. Jorrit Hendricks. En dan is het voor ons de wedstrijd erop. We hebben dus aan nog gewonnen gewoon met 3-0. Nu gaan we de wedstrijd tegen NSC. Even simuleren. Wat doen we tegen NSC? Nijmegen. 1-1. En we zijn gewisseld in de rust. Oké. Nou ja. Nou dat kan. Dat kan zeker. Even kijken. Wat hebben we dan nu? De wedstrijd. Oh de wedstrijd tegen Bayern München. Maar die bewaren we dus voor de volgende aflevering. Aankomen zondagmorgen weer. Een Jens Storsta Manager Queer Mode. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. Kijk vanmiddag ook weer naar de Westekend aflevering. En dan zeg ik tot tijd. En zoals nu. Later.